But one thing I pray to heaven above, may each of your days be a day full of love. May each day in the year be a good day. May each dawn find you happy and gay. And may all of your days be as lovely as the one you shared with me today. May each day dames en heren, hallo jongens en meisjes. Hartelijk welkom bij de NCRV. En namens de NCRV wil ik u aan het begin van onze eerste uitzenddag in het nieuwe jaar een heel gelukkig en voorspoedig 1987 toewensen. En we hopen ook dat u dit jaar weer met evenveel plezier en waardering naar onze programma's zult kijken. Nou, en dat zal voor vandaag zeker het geval zijn, want we hebben een zeer gevarieerd programma-aanbod voor u. Met onder andere Dinges, de Cosby Show en Quo Vadis. Maar we beginnen nu met een tekenfilm die al voor vorige week op het programma stond. Toen ging die niet door, maar nu is die er wel. Voor het eerst op de Nederlandse televisie, een van Walt Disney's beste tekenfilms ooit gemaakt, Dumbo, het vliegende olifantje. Een echt gelukkig 1987. Tot zover de voorzitter van de NCRV. Onze eerste avonduitzending in het nieuwe jaar nu. En we beginnen meteen al goed. Want op deze laatste vakantiedag, want morgen beginnen de meeste scholen weer, hebben we een gezellige film die bedoeld is als vermaak voor het hele gezin. Maar we hebben uiteraard nog meer vanavond. Kijkt en luistert u naar het programmaoverzicht. Vanavond brengt de NCRV de speelfilm The Love Bug. Een Walt Disney-productie over de geweldige kwaliteiten van een raceauto, Herbie genaamd. What is this thing doing in my showroom, may I ask? I believe Miss Bennett may know something about this. Yes, you remember when... Rond 8:55, een aflevering van de Cosby Show. Thank you for letting me work. You're welcome. What's up? Can you keep a secret? Sure. Okay, close the door. Ooh. I got Tanya something. Oh, Tanya, are you two becoming a thing? Well, I've been seeing her for a while, and I really like her. Did you buy her a ring? You'll see. You did. Vanavond het laatste deel van Quo Vadis. De christenvervolging in Rome is in alle hevigheid losgebarsten. Het meditatief moment komt ditmaal vanuit de historische kathedraal van Canterbury. In the year 597, there was a church already here, which was to be given to him. En tot besluit van de avond, de Amerikaanse ziekenhuisserie Saint Elsewhere. Check upstairs with B.O. Williams, see if anyone's missing from sight. Okay. And call security. Already did. See you after lunch. Deze programma's vanavond bij de NCRV.